Joe Helmers, 51 jaar. Ik werk nu bijna 3 jaar bij de 4 elementen als persoonlijke begeleider. Mijn achtergrond is dat ik al 30 jaar in de bouw heb gewerkt. En ik heb een ontslag gekregen in 2013 en toen ben ik wat anders gaan doen. Toen werd de switch gemaakt van ik wou de switch maken en naar de zorg. Heb ik eerst vrijwilligerswerk gedaan, daarna stage gelopen en na verloop van tijd kwam ik hier op 4 elementen. En hier ben ik verder gegaan met mijn opleiding, maatschappelijke zorg. Heb ik 3 en 4 gehaald en nu ben ik persoonlijk begeleider. En dan hoop ik in de toekomst hier nog te blijven. Maar verder, we hebben alles wat hier op het treinstart hebben we samen met deelnemers gemaakt. Ook de werkkuur, de fietsenstalling, de hekken wat hier binnenkomt. Alles doen we samen. En met elkaar kom je heel ver. En op een gegeven moment komt er iets heel moois naar boven. En dat zie je hier echt, het is echt prachtig. En zo proberen wij een vak te leren en dan geven wij de deelnemer ondersteuning aan. En dan met behulp van herhalen, voordoen en weer nadoen. En op zo'n manier gaan we hun klaarstomen voor de maatschappij om weer een beetje vertrouwen te krijgen. En wat ik heel mooi vind aan deze baan is dat ik met een doelgroep werk wat echt bij me past. Dus net mijn doelgroep wat echt... Die kun je nog iets leren en die willen nog wat leren. En het is ook wel een actieve doelgroep. Je krijgt veel feedback. Ook deelnemers zijn recht van de raap, dus je krijgt ook direct te horen hoe je bent. Maar ook je krijgt heel veel zelfkennis. Maar je leert jezelf kennen. En ik merk aan mezelf dat ik wel heel sterk ben of heel veranderd in zelfverzekerdheid. En dat ik meer uitstraal en dat ik ook meer vertrouwen krijg. En dat is echt wel, dat vond ik wel heel. Punt. En dat ik ook erachter kwam dat die opleiding, dat daar wel wat een doorzetter was qua opleiding te doen en dan ook halen en er echt voor gaan. Ik kan elke dag ga ik met plezier naar het werk en het is toch heel goed uitgepakt hier. We hebben echt wat ik zocht heb ik gevonden.